welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik een Instagram tutorial van Huda Beauty volgen. Ik vind Huda Beauty altijd heel erg leuk. Vooral omdat haar make-up stijl heel veel lijkt op mijn make-up stijl. Zij houdt ook van lekker veel plamuur, lekker veel make-up, heftige make-up. En daar hou ik persoonlijk ook van. Ik heb echter nog nooit een look van haar nagemaakt. Dat is best wel apart, aangezien ik wel heel veel van haar producten gebruik. Dus ik dacht, ik ga vandaag gewoon echt haar hele look namaken. En ik ga ook haar producten gebruiken. Ik heb niet alle producten die zij in die video gebruikt, maar wel echt een heleboel ervan. En als ik iets niet heb, dan gebruik ik iets anders wat er gewoon heel veel op lijkt. Deze tutorial staat echt op Huda haar eigen Instagram. Dus echt Huda, alleen maar Huda. En op de Huda Beauty Instagram staat een verkorte versie van deze tutorial. Ik ga hem jullie ook zo meteen laten zien. Maar als je hem wilt vinden op Instagram, ga dan naar haar Instagram. Want daar staat hij echt helemaal volledig. En die make-up look was zo mooi. Ik dacht, ik ga hem gewoon helemaal namaken. Ik heb ook mijn haar gedaan als hoe zij hem heeft in de video. Zij heeft ook zo goud in haar haar. Dat ga ik ook doen. Ik wil haar gewoon helemaal gaan namaken. Ik vind dit soort video's ook altijd extra leuk. Omdat ik dan een andere routine moet volgen. En dan ook mijn make-up een beetje anders moet doen. In plaats van hoe ik het altijd doe. Dus dan ontdek ik vaak ook allemaal nieuwe dingen. En dat vind ik gewoon altijd heel erg leuk. Ik hoop dat jullie zo'n soort video ook leuk vinden. Laat het me weten beneden in de reacties. Vergeet ook niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze video. Oké, first things first. Ik ga jullie de video laten zien die ik vandaag ga namaken. Let's go. Nou, dat is de look die ik vandaag ga maken. Een super, super mooie full glam, beetje goudbruine make-up look. Echt, I love it. Dat is echt helemaal mijn ding. Ik hou ook altijd van dat soort tinten, dus I love it. Het oogschaduwpaletje die zij gebruikt is hier niet te koop helaas. Hier is Huda Beauty wel te koop. Alleen dat paletje had ze exclusief gemaakt voor volgens mij Ulta. Dat is een winkel in Amerika. Dus wij hadden helemaal geen optie om dat paletje te kopen. Maar nu is hij ook te koop op de Huda Beauty website. Maar dat is alsnog geen optie voor ons, want als wij daar bestellen, dan komt het vanuit Dubai. En dan moeten wij douane en alles betalen. Dus ja, helaas kunnen wij dit paletje niet krijgen. Maar een paletje die wij wel kunnen krijgen is het Naked Honey paletje van Urban Decay. En die lijkt er echt precies op. Het zijn echt letterlijk exact dezelfde kleuren. Dus als je dat paletje zou willen hebben, hou gewoon deze van Urban Decay. Die is hier gewoon te koop bij Easy Paris. Dus ik ga dit paletje gebruiken en we gaan inzoomen op de ogen. Want dan kunnen we alles lekker beter zien. Zoals altijd ga ik beginnen met het primen van mijn oogleden. Ik gebruik deze Revolution Ultimate Eye Base in de kleur Light. Dan gaan we beginnen met de oogschaduw. Wat me al gelijk opvalt aan haar look is dat ze met haar oogschaduw echt helemaal zo omhoog gaat in een cat eye vorm. En ze gaat echt best wel ver naar achter. Veel verder dan hoe je normaal zou doen. Dus dat ga ik ook doen. Ik ga beginnen met deze matte kleur hier. Die heet Keeper. Oh mijn god, mijn kwasten zijn zo vies jongens. Ik moet ze echt wassen. Die kleur ga ik aanbrengen met mijn Zoeva 228 Fluffy Kwast. En die breng ik aan in mijn hele arcadeboog. En dan allemaal best wel ver naar achter. Ik ben ook heel benieuwd, wat zijn jullie ervaringen met Huda Beauty? Haar make-up en gewoon haar als persoon. Ik vind het echt fantastisch. Ik hou altijd van haar make-up. Vooral omdat er altijd superveel dekking is en super heftig is. Daarom hou ik ervan. Ik vind ook haar heel leuk als persoon. Ze antwoordt ook altijd op reacties en zo. Ook wanneer ik iets onder haar foto zet. Tenminste, als je snel bent, je moet dan wel vroeg zijn. Dan antwoordt ze ook echt gewoon. En vooral mensen met zoveel followers en zo'n groot bereik antwoorden echt nooit. Zij komt altijd super lief over. Ik ben heel benieuwd wat jullie vinden van zowel haar als van haar make-up. Laat het me weten beneden in de reacties. Dan pak ik de donkerdere bruine kleur. Die heet Hype. Die kleur breng ik aan met de platte fluffy kwast. De Boosie Shop UP24 kwast. En die breng ik dan ook zo aan in de arcadeboog om het wat donkerder te maken. En ik ga weer heel ver naar buiten met die kleur.
Maar god, er zit een beetje blauw op die kwast. Kijk hier, nou heb ik hier blauw. Ik moet echt mijn kwasten vandaag wassen. Dat ga ik echt vandaag doen. Why the fuck you lying? En dan pak ik als laatste nog de kleur Drip. Dit wordt de laatste arcadeboogkleur. En die breng ik ook zo aan hier zo in de buitenste ooghoek op mijn ooglid. Zij maakt een halve cut crease, dus dat ga ik ook doen. Daarvoor gebruik ik deze ELF concealer en deze NYX Cosmetics kwast nummer 14. Dan ga ik deze twee gouden kleuren mixen. Deze heten Golden en Honey. Zij brengt de kleuren niet gewoon gelijk zo aan. Zij mixen met iets. Volgens mij mixen ze met haar primer. En dan worden ze een beetje zo vloeibaar. En dan brengt ze ze aan. Dat doet ze om de kleuren nog heftiger te maken. Dus dat wil ik ook doen. Ik weet alleen niet zo goed met wat ik het kan mixen. Misschien gewoon met een NYX Glitter Glue. Maar dan wordt het misschien iets dikker, zeg maar. Ik heb dus niet zo'n mixer. Maar misschien kan ik het dan ook gewoon doen met primer. Zou dat kunnen, denk je? Ik ga het gewoon mixen met mijn Maximo Fixing Spray. Even gewoon zien of dat lukt. Ik mix het gewoon even op deze Revolution Bronzer. Ik breng gewoon zo deze spray aan. Lekker veel. En dan pak ik gewoon zo een beetje van die oogschaduw en dan ga ik dat erin doen. Oké, jongens, ik heb het gewoon nou zo hier gedaan. Ik ga het gewoon een beetje mixen met die Fixing Spray. Maar ik denk dat het nou weer te waterig wordt. Oh my god. Ik ga een beetje van de NYX Glitter Primer erbij doen. En dan zien wat er gebeurt. Oh my god. Volgens mij gaat het ook echt niet werken gewoon. Nee, het mixt ook helemaal niet. Oké, oh my god. Ik ga het even overnieuw doen en met minder water. Jongens, weet je wat ik ga doen? Ik ga deze Milk Primer gebruiken, want die lijkt op haar primer. Tenminste, ik ga ervan uit dat ze haar primer gebruikt. Ik breng gewoon een beetje aan van die primer. Zo. Oké, dit had ik gewoon gelijk moeten doen. Zo, ik ben heel benieuwd hoe dit gaat aanbrengen op mijn ogen. Dit is nou echt zo dus een mix van die twee gouden glanzende kleuren. Oké, jongens, ik ga het aanbrengen. Ik pak gewoon zo een beetje hier zo van af. Dan breng ik het gewoon aan over mijn ooglid. Oh, dit gaat echt prima. Oeh, I love it. Het zit ook gewoon echt goed vast. Nou jongens, dit ging echt toppie. Beter dan verwacht. Dan pak ik weer de kleur Drip. En die ga ik dan weer hier een beetje inblenden met die gouden kleur. Dat ik niet meer hier zo'n harde lijn heb. Dan pak ik de donkerste bruine kleur. Die heet Sting. En daarmee ga ik een bruine winged eyeliner maken. Want dat is ook wat zij doet. Dus dat ga ik dan ook doen. Normaal gebruik ik gewoon dan een normale bruine liquid eyeliner. Dat vind ik altijd makkelijker. Maar ik wil gewoon precies haar video nadoen. De kwast die ik hiervoor gebruik is van Morphe van hun Sweet Oasis palette. Ik wil collectie. Ik maak mijn kwast een beetje nat om meer pigment te krijgen. Oké, jongens, ik zie wel dat nou die liquid oogschaduw gaat creasen en er helemaal zo aan het afgaan is. Zien we dit? Ik denk dat het mixen niet echt een succes was. Dus ik pak weer gewoon een beetje van die glanzende oogschaduw. En ik breng ze gewoon normaal aan. Want al dat gemix was niet echt een succes, jongens. Dan ga ik deze twee kleuren met elkaar mixen. En die twee kleuren breng ik nog een beetje aan in de buitenste hoek. Om in te blenden met de gouden glanzende kleuren. En om het gewoon hier wat heftiger te maken nog. Ik had deze look echt kunnen maken met veel minder moeite als ik gewoon die glanzende kleuren niet had gemixt met de liquid en ik gewoon een bruine normale liquid eyeliner had gemaakt, dan was het allemaal echt veel sneller gegaan. Dus ik adviseer als je deze look maakt om het niet te doen op de manier die ik nu heb gedaan. Zo, dan is het klaar eindelijk. Oh my god, maar het is wel echt heel erg mooi. Als mascara gebruik ik mijn ABH mascara. Als nep wimpers gebruik ik Foam Me wimpers van Tati Lashes. Kijk hoe scheef hier alles erin zit. Oh my god. Dit zijn de TL4 lashes. En dan kom ik zo bij jullie terug. Oké, daar ben ik weer. Ogen zijn helemaal af. I love it. Nou ga ik beginnen aan mijn gezicht. Ik heb al dagcreme op, dus ik ga mijn gezicht primen. Zij gebruikt geen normale primer. Zij gebruikt haar Huda Beauty Nymph Lichaam Highlighter. Dit gebruikt ze al op haar gezicht vanaf dat deze uitkwam. Want toen had ik hem gekocht en toen had ik dat ook geprobeerd. Ik had nog nooit een lichaams highlighter op mijn gezicht gesmeerd. Maar kennelijk als je dus deze update, ik had het ook gezien bij Nikki Tutorials, dan bleef je make-up echt de hele dag goed zitten. Dus zij gebruikt altijd deze als highlighter. Ik had het ook gedaan, helaas werkt het niet voor mij. Het is wel een lange tijd geleden, maar volgens mij was het omdat de kleur niet goed was. Ik heb de kleur
Aphrodite. Die is mooi voor op mijn lichaam, maar voor op mijn gezicht maakte die mijn gezicht te donker. Waardoor mijn foundationkleur niet meer matchte met mijn lichaam en zo. Ik heb gebruind, maar de bruining is al bijna weg. Want ik moet morgen weer gaan bruinen. Dus het zit er al 5 of 6 dagen op. Dus ik ben weer best wel aan de lichte kant. Dus ik ben bang dat alles weer nou veel te donker gaat zijn. But I don't care. Ik ga het gewoon alsnog doen. Dus ik ga deze body highlighter aanbrengen als primer. Je moet hem echt heel goed schudden eerst. Is echt heel belangrijk. Ik gebruik hem altijd voor op mijn benen. Hij is wel echt heel heftig. Dus ik mix hem altijd met mijn body lotion. Maar dan krijg je zo'n prachtige glow op je benen. Echt, I love it. Ik gebruik hem niet voor hier op mijn borst. Want daar vind ik hem te heftig voor. Hier op mijn borst gebruik ik altijd deze Soul Beauty lichaamsolie. Glitter lichaamsolie. Dit is van het merk Colourpop. Deze heb ik in de kleur Soft Gold. Dus dit gebruik ik altijd voor hier. Dit heb ik vandaag ook gebruikt. Oh, worden mijn handen weer helemaal vies. Oh my god. Nou ja, whatever. Nou, ik ga gewoon dit helemaal aanbrengen over mijn hele gezicht. Kijk, het is best wel een donkere kleur. Maar je krijgt wel echt een prachtige glow onder je make-up. En dat is dan wel weer mooi. Maar ik denk dat ik gewoon dan een lichtere kleur moest hebben of zo. Oh mijn god, ik denk dat ik echt veel te veel heb gepakt. Oh my god. Oh mijn god, jongens, it's a mess. What am I doing? Ik trek het ook gewoon een beetje door tot aan mijn nek. Om het op zijn minst te laten matchen met mijn nek. Oh mijn god, jongens. Kijk hoe ik eruit zie. Oké, dan brengt ze haar Huda Beauty Foundation aan. Dat doe ik dus ook. Ik heb de kleur 310G Amaretti. Ik heb ook een hele review video gemaakt over deze foundation. Waar ik heel veel commentaar over kreeg. Omdat ik hem dus goed vond. En iedereen zei dat hij te geel is en vlekkerig en zo. Dat hij te geel is, begreep ik wel. Want in die video ziet het er inderdaad heel geel uit. En hij is ook een beetje geel voor mij. Maar het leek extremer op beeld dan in het echt. Ik heb hem nou echt al 6 keer of zo gebruikt. En hij matcht echt gewoon mooi. Al denk ik wel, nou, hij matcht mooi met mijn bruine huidskleur. En nou ben ik iets lichter, dus whatever. Maar je moet begrijpen dat op beeld het er af en toe anders uit kan zien. En dat kan te maken hebben met licht en met mijn achtergrondkleur. In die video had ik een rode achtergrondkleur. En dat maakt alles dan ook in mijn gezicht warmer. Dus het was niet heel handig voor mij om een rode achtergrondkleur te doen. Maar vlekkerig is hij echt absoluut niet. Ik vind hem echt heel mooi. Oké, dan gaat zij ook cream contouren. Daarvoor gebruikt zij haar Huda Beauty Tantour. Dus dat ga ik ook doen. Alleen wij gebruiken verschillende kleuren. Zij gebruikt de kleur light en ik heb de kleur medium. Van dit product moet je echt maar een heel klein beetje aanbrengen. Want het is echt super gepigmenteerd. Dus als je te veel aanbrengt, wordt het echt helemaal zo modderig. En dat is echt niet mooi. Over het algemeen, alle producten van Huda Beauty zijn allemaal heel gepigmenteerd en heel heftig. Zij brengt nooit iets uit wat naturel is, zeg maar. Alles is altijd gewoon heftig. En dan of course ook de Huda Beauty Concealer. Ik heb deze in de kleur Nougat 06G. Deze concealer heeft ook echt een volledige dekking, zoals we gewend zijn. Maar hij droogt ook echt heel snel op, dus je moet echt snel werken. Ik ben nou eigenlijk al iets te traag aan het doen, maar oké. Dan is het tijd voor losse poeder. Zij gebruikt natuurlijk haar Huda Beauty losse poeder. Die poeder heb ik niet. Ik heb hem wel 2 keer gehad. Hij is echt geweldig, maar ik heb ze helemaal opgemaakt. Dus ik gebruik vandaag mijn Coty Airspun poeder met extra dekking. En deze poeder lijkt heel erg veel op de Huda Beauty poeder. Omdat ze allebei echt een volledige dekking hebben en mooi mat maken. Nou jongens, mijn gezicht heeft nou een partij dekking. Elk product dat ik heb gebruikt heeft gewoon een volledige dekking. Maar I love it. Het is helemaal niet te dik of zo. Ik vind het heel mooi. Ik vind ook dat het kleurverschil helemaal niet zo extreem is. Het matcht eigenlijk gewoon. Dus ik weet niet meer precies waarom ik dit dan zo'n ramp vond. Vond ik het wel echt een ramp? Ik weet het niet eens meer, maar ik weet nog wel dat er iets was met de kleur. Ik ga even mijn neus contouren met dit Kat Von D paletje, Shade & Light paletje in de kleur Deep. En dan ga ik mijn gezicht sprayen met mijn Maximo Fixing Spray om alles mooi in elkaar te blenden. Oh, deze spray is zo koud en ik heb het al koud. Vraag me niet waarom ik hier in een hemdje zit en doodga van de kou en me gewoon niet ga aankleden. You stupid.
Oké, dan ga ik even mijn ogen afmaken onder. Ik zie hier op de foto's, want ze heeft ook foto's geplaatst van de look, dat ze volgens mij niks heeft in haar waterlijn. Dus die hou ik gewoon open. En dan heeft ze wel die bruine kleuren aangebracht op de onderste wimperrand. Maar ook een beetje goud daar. Dus dat ga ik ook doen. Ik ga de twee bruine kleuren, deze kleur hier en deze kleur hier, aanbrengen op de onderste wimperrand. En dan pak ik weer beide van deze gouden kleurtjes. En dan ga ik die een heel klein beetje aanbrengen hier. Maar echt maar een heel klein beetje. Want ik zie het bij haar ook niet heel veel. Maar wel een beetje. En dan weer mascara voor de onderste wimpers. Ik gebruik deze Catrice Glam & Doll mascara. Yo mensen, deze video kost me echt veel tijd. Dat had ik echt niet verwacht. Ik dacht, ik doe dit wel even snel. Maar dit is echt een lange video aan het worden. Oh my god. Oké, ogen zijn klaar. Ik ga verder met mijn gezicht. Ik ga mijn gezicht bronzen. Huda Beauty heeft geen eigen bronzer. Dus ik heb geen idee welke bronzer zij gebruikt. Zij laat die hele stap ook niet zien. Dus ik gebruik gewoon mijn Revolution Mega Bronzer in de kleur 2 Warm. De bronzerkwast die ik gebruik is van Boozy Shop UP02. Dit is echt een super warme kleur. I love it. Blush laat ze ook niet zien, maar ik zie wel op de foto's dat ze heel veel blush heeft aangebracht. En het is een hele warme peachy oranje kleur. Dus ik gebruik deze UMG Baked Blush in de kleur True Terra. Deze is ook heel heftig en is ook zo een beetje zo dat oranje peachy-achtige, zoals je ziet. Dus die ga ik lekker royaal aanbrengen. Mijn blushkwast is ook van Boozy Shop UP05. En dan pak ik weer mijn losse poeder. En dan ga ik het zo hier zo strak maken. Als highlighter gebruikt zij de grote ronde highlighter van hun collectie. Maar die heb ik niet. Wat ik wel heb is dit Huda Beauty 3D paletje. Dus die ga ik dan maar gebruiken. En dan gebruik ik deze glanzende kleur. Dit paletje is zo vaak gebruikt. Oh my god, I love it. Het is echt een prachtige gouden highlighter. Oké, dan de lippen jongens. Ze gebruikt echt een prachtige nude lipstick combo van haar collectie. Ik zie dat ze producten gebruikt van haar merk, maar ik zie niet precies wat ze gebruikt. Maar ik kan al aan de producten zien dat ik ze niet heb. Dus ik gebruik gewoon een lip combo die ik heb en die er echt heel veel op lijkt. Als eerste ga ik in met mijn Morphe Sweet Tea Lip Pencil. Dan gebruik ik de Huda Beauty Matte Lipstick in de kleur Staycation. Hele mooie nude kleur. En daar overheen ga ik nog met deze Catrice Generation Plump & Shine Lip Gloss. Dit is een beetje een glitterige lipgloss, dat gebruikt zij ook. In de kleur 090 Golden Zircon of zoiets. Ik zie in de video dat ze de gloss echt alleen maar zo in het midden een beetje aanbrengt. Dus dat ga ik ook doen in plaats van helemaal overal. Oh, deze gloss lijkt echt precies op wat zij gebruikt. Wat een mooie lipcombo is dit. I love it. Oh my god. En als laatste fixing spray. Ik gebruik mijn B7 Rose Gold Ready Set Glow Fixing Spray. Want deze is echt super glowy. En dat vind ik mooi met de look van vandaag. Ik breng hem ook een beetje zo aan hier zo op mijn borst. Want hij heeft zo'n mooie glow. Kijk dit hoe mooi. I love it. Oké, dan is het make-up gedeelte klaar. I love it. Kijk hoe mooi dit is. Ik ben echt super blij met hoe ik eruit zie. Ik ga deze make-up look echt vandaag gebruiken voor meerdere dingen. Ik ga ook even een outfit post maken voor Instagram. Super, super mooi jongens. Het is echt een hele mooie look. Ik vind het echt prachtig. I love it. Het is echt super mooi geworden gewoon. Oké, dan de haren. Ik had mijn haar dus al soort van gedaan als haar. Zij heeft wel nep haar in bij haar haar. Dus haar haar is wat dikker. Dit is gewoon mijn echte haar. Ik had wel helemaal de moeite kunnen doen om een aantal banen erbij in te doen. Maar ain't nobody got time for that. Ain't nobody got time for that. Oh jongens, ik vind het echt fantastisch. Ik vind het echt zo mooi. Kon ik maar iets gaan doen vandaag. Helaas kan ik niks doen. Niemand gaat mij zien. Behalve duizenden van jullie, maar oké. Oké, nou gaat het een beetje tricky worden. Want zij heeft allemaal van die gold flakes zo in haar haar. Eerste probleem is al dat ik niet zoveel gold flakes heb. Het enige wat ik heb is dit. Het potje is nog wel helemaal vol, dus ik kan er wel iets mee. Maar ik kan er niet zoveel aanbrengen als haar. En het tweede probleem is dat zij gewoon echt lijm gebruikt. Maar ik kan nu geen lijm doen in mijn haar. Want dan moet ik mijn haren straks gaan wassen. En dat ga ik dus echt gewoon niet doen. Dus ik moet iets verzinnen dat ik het in mijn haar kan plakken. En het er gewoon weer makkelijk uit kan halen zonder dat er helemaal lijm in mijn haar zit. Maar ja, ik weet niet precies hoe ik dat dan moet gaan doen. Oh my god. Op de foto heeft zij geen oorbellen in. Maar dat heb ik wel, want dat vind ik leuk.
Dit zijn By The Way Gold Flakes van Festival Face. Die heb ik ooit gekocht bij Beauty Bay. Dit is meer voor als je het gewoon een beetje zo op je gezicht wilt gebruiken. En niet helemaal zo heftig in heel je haar. Ik weet nog dat ik die Gold Flakes kocht. En ik iets had van wanneer ga ik nou dit gebruiken. Dus ik heb ze echt al een jaar of twee jaar zelfs. En nou is eindelijk het moment gekomen dat ik ze kan gebruiken. Dus gelukkig heb ik ze gekocht. Ik zit te denken om het gewoon misschien met plakband vast te maken. Ik hoop gewoon dat je de plakband dan niet ziet. En dat ik de plakband dan gewoon zo dubbel vouw. Dat het zo plakt aan mijn haar. En aan de andere kant ook. En dat ik dan daar de gold flakes op plak ofzo. Oké, nee, dit gaat echt niet werken. Oké, jongens, ik denk dat ik er niet onderuit kom om toch gewoon een beetje lijm in mijn haar te doen. Ik doe gewoon maar een heel klein beetje. Dan hoop ik gewoon dat ik het er nog uit ga krijgen. Ik gebruik gewoon deze NYX Glitter Glue, want dit is niet echt lijm. Dus ik ga er gewoon voor. Even kijken, hoe kan ik dit het beste doen? Ik pak gewoon even een fluffy kwast. En dan breng ik gewoon een heel klein beetje aan hier zo. Oh my god. Ik ga dit er sowieso niet uit krijgen. Ik denk dat ik gewoon moet gaan accepteren dat ik straks mijn haar moet wassen. Oké, en dan pak ik gewoon wat van die gold flakes. En dan ga ik er gewoon een beetje zo random op plakken ofzo. Het blijft helemaal niet plakken. Oh jawel. Jongens, ik denk dat ik dit hierbij hou. Ik heb nog wel nog echt gewoon genoeg flakes. En ja, maar ik wil echt niet heel mijn haar onder die lijm gaan doen. Want ik denk al dat ik het hier er niet meer uit ga krijgen. Dus ja, whatever. Ik had in principe dit ook gewoon helemaal niet kunnen doen. En gewoon alleen de make-up look kunnen doen. Maar whatever, ik moet weer heel extra zijn. Ik hoop dat ik de glitterlijm uit mijn haar ga krijgen zonder dat ik mijn haar hoef te wassen. Nou jongens, dit was het dan. Dit was de hele make-up look en haren iets. Dit is dus hoe Huda Beauty zich altijd opmaakt. I love it. Het is wel echt full glam. Volledige dekking. Bijna elk product vandaag had echt een volledige dekking. Of was gewoon heftig op zijn manier. Ook zo dit gouden zo. I love it. Mijn huid is ook echt prachtig. Het enige wat ik niet meer zou doen is met de oogmake-up helemaal dat liquid maken en zo. Ja, dat ga ik echt niet meer doen. Dat vloeibare gedoe. Het ging ook helemaal creasen en zo. Dus dat ga ik niet meer doen. Maar dat kan ook aan mij liggen. Aan de primer en zo die ik heb gebruikt. Maar goed. Maar al met al ben ik echt heel blij met deze routine. I love it. Ik had al wel verwacht dat ik het goed ging vinden. Omdat het haar make-up stijl heel veel lijkt op de mijne. Maar ik had niet verwacht dat ik het echt zo mooi ging vinden. En vooral de huid make-up. Laat me weten wat je vond van de video. Van de look. Van Huda Beauty. Van de make-up. Laat het me allemaal weten beneden in de reactie. Ik vind het altijd super leuk om van jullie te horen. En als je nog een ander leuk video idee hebt. Laat het me dan ook weten. Want daar ben ik altijd naar op zoek. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Plaats hier ook nog twee video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!